Tessa. Ja. Op Facebook heb ik iets heel erg leuks gevonden. Ja. En dat heb ik vervolgens wilde ik dat bestellen, maar dat was nergens te vinden in jouw maat. Dus toen heb ik op Facebook een berichtje neergezet of ze wilden helpen naar het zoeken van dit product. En Christel, de moeder van Siri, oh, ik zit heel erg te jubelen. Ja. Die heeft het gevonden. Ja. En toen heb ik het gekocht. Ja. En dan mag jij gaan kijken wat het is. Oké, wat is dit? Ik zal even meedraaien. Oh, je gaat zo, dat is beter. Doe maar zo de doos open, dan kan iedereen even meekijken. Wacht even voor, ik ga van achter. Ja? Tas. Altijd leuk een tas. En nu gaat de doos open. Hoezo eindelijk? Heb je ze ooit wel eens gezien dan? Ja. Waar dan? Nou, jij liet zien, hey Tessa, vind je dit leuk? Ja hoor. Nee hoor, dat heb ik helemaal niet laten zien. Echt wel. Echt niet. Of wel, misschien gewoon met je meekijken. Oh, je hebt stiekem gekeken. Ja. Hoe vind je ze? Goed. Ja? Goed. Zullen we ze even gaan passen? Ja, maat 35. Ja, want anders was ik bang dat ze te klein zouden zijn. Nou, we moeten het eerst even in een tasje. Nee, niet in een tasje. Aan je voeten alsjeblieft. Ik ga je even helpen. Nou Tess, je hebt ze aan. Tadaa. Ja, loop maar. Oké. Dit is leuk! No! Dus, oké. Misschien kan je nu even stil gaan staan. Dan kan ik ze nog even laten zien. Laat maar staan. Jo, sta je goed? Even naar beneden. Tadaa! Ik kan nu even stilstaan, dan kunnen mensen ze ook zien. Ja, draai je maar. Oh, dan kom je te dichtbij, stukje naar achter. Tadaa! Paardjes! Ik zou even bedankt zeggen tegen Christel. En alle andere mensen die geholpen hebben met zoeken. Bedankt! Bedankt voor het helpen zoeken. Nou, zeg maar dag. Doei!